Hey mensen, in deze video, het eerste deel van het remschijfproject, ga ik jullie laten zien wat ik al gedaan heb samen met Jacco en gedeeltelijk ook zelf. En laten we beginnen met het allereerste wat ik gedaan heb, namelijk ik ben samen met Jacco met de Thomas naar Zaltbommel geweest om daar een remklauw te kopen van een Yamaha Aerox. En die klauw hebben we vervolgens meegenomen naar huis. Hij was geel en daarover gingen we jullie wat laten zien. Hier komt een oud filmpje uit het archief van toen Jacco nog niet precies wist hoe autofocus werkte. Weet je wel genoeg vandaag, Jacco? Nee. Dit is een rem. Wat is een rem? Het is echt een Brembo. Kijk, altijd als je iets gaat verven, moet je eerst met je handen een beetje zo aan gaan zitten. En, zoals we nu ook al verklapt hebben, gaan we die vandaag verven. Maar welke kleur moet een rem nou zijn, vind jij? Ja, weet ik niet. Godverdomme. Niet rood? Maar? Wel rood. Het is bestendig rood, wacht. Ja. Het gewoon focust niet. Eerste laagje, ik ben heel erg benieuwd. Als we zien dat het nu al gewoon niet blijft plakken, of als er te veel vet op zit en het loopt gewoon eraf, dan moeten we hem eens heel goed schoon gaan maken. Klaar! Oké. En nog even een leuk achtergrondverhaaltje. Voordat ik deze motip rood ging proberen, las ik ergens op een forum dat je ook van die normale rode verf kon kopen bij de Gamma. Ook van die staalverf, dus ik heb dat maar gekocht. En ik vervolgens dat dus erop doen. Eerst voor de zekerheid wilde ik gewoon mijn spruitstuk verven, dus ik heb mijn spruitstuk geverfd. En ik met remreiniger eroverheen. En die verf liep er gewoon af en ik was zo van wauw. Deze verf kan niet tegen remreiniger. En mensen op autofora en heel veel fora adviseren gewoon dat je deze verf gebruikt om je rem mee te verven. Dus doe dat niet, want als verf voor op je rem niet kan tegen remreiniger, is het in mijn ogen gewoon echt nutteloos. En een motip heeft twee soorten verven die er goed voor zijn. Ik heb heat resistant rood. Dat is gewoon hittebestendig rood. En die kan tegen chemicaliën. Dus voor zover ik het kon vinden is deze gewoon goed. En motip heeft ook nog speciale brake caliper verf. Dus die is zeker weten goed, maar die kon ik niet vinden bij deze webshop. Dus dat is best simpel eigenlijk. De verf die ik trouwens gebruikt had, daarvan blijkt de kwaliteit niet zo goed als ik wilde. Ik zal even de klauw erbij pakken. Die heb ik hier zo. Zoals jullie zien zitten er een paar kleine puntjes op. Die ga ik bijstippen. Maar het voornamelijke ding is dat deze verf oplost met remmenreiniger. Ergens snap ik het wel, want remmenreiniger is heel erg bijtend spul. Maar de verf werd geadverteerd als verf die bestemd was tegen chemicaliën. Dus gelukkig heb ik wel mijn geld teruggekregen. Vervolgens heb ik deze rem op druk gebracht, want er zat geen hydraulische vloeistof meer in. Dus dat heb ik gedaan. En daarnaast heb ik nog schroefdraad getapt bovenin. Want de deksel bovenop zat niet goed bij het op druk brengen. En heb ik nieuwe blokken gemonteerd. Laten we doorgaan naar het tweede. Naar het tweede wat we gedaan hebben. Het tweede is deze gashendel. En ik vind het persoonlijk best netjes gelukt. Want normaal zit dus dit plastic deel van de gashendel en dit stuk van de remhendel aan elkaar. Maar ik heb dus het stuk van de remhendel netjes eraf gehaald, geslepen en zwart geverfd. En nu hebben we een aparte gashendel. En komt hiernaast dus het mooie bevestigingspuntje van de klauw van de hendel van de hydraulische rem. Ik zal hem even laten zien. Ook deze heb ik moeten bijwerken. En nu hebben we dit mooie stuk wat dus direct gemonteerd kan worden. Standaard staat hier namelijk ook nog een stuk van het gashendelhuis aan vast van de Aerox. En die heb ik dus ook eraf moeten slijpen om dit werkend te krijgen. Door naar het allerlaatste ding, wat wel heel essentieel is hoor. Hier is het laatste stukje van een remschijf monteren. Namelijk de schijf monteren, dat is op zich wel een essentieel ding. Toen ik samen met Jacco in Oostenrijk was, brak mijn remkabel op een berg. En toen dacht ik eigenlijk van oké, ik wil een backup hebben of een betere rem. Toen is het idee gekomen om een remschijf te maken. Hoe alles momenteel zit, ben ik niet tevreden mee. Namelijk, een deel van de klauw die er dus omheen gaat, zit hierachter. En aangezien ik spaakvelgen heb, komt de klauw best wel makkelijk tegen de spaken aan. Dat kun je zelfs zien, want je ziet een deel van de rode verf. Zie je zelf zitten. Dus wat ik daarvoor zou willen doen, is meer ruimte creëren hiertussen. Ten eerste heb ik mijn wiel al zo ver mogelijk naar rechts gezet. Om zoveel mogelijk ruimte te creëren. Hij kan nog verder naar rechts, maar dat wil ik niet, want dat creëert heel veel onbalans. Wat zou betekenen dat je als je voorwiel schuift met hard remmen, dat je ook nog makkelijker scheef gaat. Dus heb ik een andere oplossing bedacht, hoe we deze schijf iets verder naar links kunnen krijgen. Zodat we meer ruimte hebben voor de klauw. En dat ga ik aan jullie laten zien in de volgende video. Dit is dus wat we tot nog toe gedaan hebben.
Hoe kom ik aan de adapter trouwens, waarmee ik de schijf vastgezet heb, hoor ik al op mensen vragen. Nou, vroeger op Thomas Forum was er een post ergens. En er was een of andere kerel die had die adapters gemaakt. Maar dat was heel lang geleden, dus heb ik heel veel mensen met dezelfde naam op Facebook gestalkt. Mailadressen gevonden online. En heb ik echt een hoop mensen gestalkt tot ik de juiste kerel heb gevonden. En uiteindelijk heb ik nog één adapter van hem kunnen kopen. Ik heb deze video geprobeerd zo kort mogelijk te maken. Want ik zou het ook ergens snappen als jullie geen zin hebben om urenlange beelden van archieven te kijken. Want er zijn nog wat meer oude beelden, maar dat zou dan een heel lange video worden. Dat leek me niet zo leuk voor jullie. Maar het leek me wel essentieel om te weten, want dan snappen jullie hoe we gedaan hebben, wat we gedaan hebben. En dan is het in het vervolg iets begrijpelijker. In de volgende video ga ik jullie dus laten zien hoe we de schijf meer opzij krijgen. Want daar heb ik me samen met een vriend van me een trucje voor bedacht. Of nou ja, bedacht dat we een bestaand trucje konden gebruiken. Dus dat gaan we dan zien. Doe alvast een duimpje omhoog en laat even een comment achter. Doei!